Dit is letterlijk wetenschappelijk bewezen, dus jullie kunnen er niet onderuit. Hoi allemaal, mijn naam is Jiska, ik ben eerstejaars universiteitsstudent en vandaag ga ik jou vertellen hoe jij zonder moeite en heel makkelijk voortaan alleen nog maar 7's, 8's en 9's gaat halen. Even voor beeldvorming, dit is mijn cijferlijst van het afgelopen jaar en zoals je ziet zijn het bijna alleen maar hele goede cijfers. Mijn laagste cijfer is namelijk een 6,4 en ik heb nog geen 1 herkans in gehad. Nou, dit lijkt misschien een hele leuke, maar vooral arrogante manier om op te scheppen, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Ik heb namelijk de afgelopen jaren wel mijn trucjes, maniertjes en geheimen ontwikkeld om zulke hoge cijfers te halen zonder dat ik meer dan 15 uur aan school besteed in de week. En vandaag ga ik die allemaal met jullie delen. Dus heb jij zin om het maximale uit jezelf te halen, goede cijfers te halen en dat zonder veel moeite te doen? Blijf dan zeker kijken. Allereerst komen er wat tips over een studiedag en hoe je deze perfect voorbereidt. Ten tweede komen er tips over hoe je zo snel mogelijk de stof in je hoofd krijgt. Dus dat zijn eigenlijk mijn studiegeheimen. En als laatste ga ik nog wat vertellen over mijn geheimen voor concentratie en motivatie. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan zeker ook nog even. Het is een hele kleine moeite en voor mij betekent het heel erg veel. Dus dankjewel alvast en dan kunnen we beginnen. Vroeg opstaan en zo snel mogelijk beginnen met jouw schooltaken zorgt ervoor dat je het niet kan uitstellen. Vroeg opstaan zorgt gelijk voor meer motivatie, aangezien je je beter voelt dan de rest van de wereld en je dus ook meer zelfvertrouwen hebt. En dan zit je misschien wel een beetje slaperig aan je bureau, maar je bent al wel begonnen, je bent eerder klaar en je bent gemotiveerder dan ooit omdat het zo vroeg is. Nou ga ik je echt niet dwingen om om 5 uur of 6 uur op te staan, maar een uur of 8, dat je om 8:30 begint. Perfect. Altijd als ik veel moet studeren op één dag, begin ik vroeg en altijd ben ik voor het einde van de dag al klaar en heb ik nog tijd voor ontspanning. En ook dit is een studiedagtip en dat is namelijk zorg voor een opgeruimde kamer. Afleidingen zijn overal en zeker in een onopgeruimde kamer. Dus als je zorgt dat je een nette werkplek hebt, zorg je er automatisch ook voor dat het wat opgeruimder is in je hoofd. Waardoor je zoveel beter kan concentreren, zo gemotiveerder bent en je zoveel sneller je schooltaken af hebt. Dus neem even 5 minuten om je kamer op te ruimen. Het hoeft echt niet lang te zijn en ga daarna gewoon aan de slag. Tip 3 is een snackie en een koffietje. Ik vind dat we met z'n allen het leven iets meer moeten romantiseren en dus ook het leren. En dat houdt in jezelf ook een beetje lekker verwennen. Dus ben je aan het leren, pak lekker een snackie, pak lekker een koffietje. Het zorgt voor meer motivatie, het zorgt voor meer energie, concentratie, het helpt bij alles. En je maakt het toch even wat leuker voor jezelf. Je kunt het natuurlijk ook als beloning instellen. Dus als ik dit hoofdstuk af heb, dan mag ik een snack pakken. Voor mij werkt dat niet heel erg, maar voor andere mensen misschien wel. Dus dat kan je proberen. En de vierde tip is overzicht creëren door middel van een planning. Ik weet dat heel veel mensen niet plannen en gewoon aan de slag gaan omdat ze toch alles moeten doen. Maar het kost echt letterlijk 5 minuten en het zorgt voor zoveel meer structuur. Dus neem het maar gewoon van mij aan. Doe het gewoon. Het is super easy. Want het eerste wat ik moet doen als ik een opdracht of tentamen krijg, is opschrijven wat ik daarvoor moet doen om optimaal voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld 3 keer elk hoofdstuk doorlezen, vragen opstellen of als het een opdracht is, literatuur lezen, outline maken, tekst schrijven, weet ik veel. Op die manier is het zoveel duidelijker voor jezelf en is het heel veel makkelijker om de eerste stap te zetten om te beginnen met leren. Dus creëer overzicht, wat moet jij precies doen om een goed cijfer te halen voor deze toets? En dan heb je ook gelijk een doel. En doelen geven motivatie, dus makkelijker kan je het niet maken. Ik denk dat dit ook letterlijk 5 minuten kost om even op te zoeken wat je voor elke toets precies moet leren. En die 5 minuten schelen jou misschien wel een paar uur. Dan het interessantste deel van de video, namelijk hoe neem je zo snel mogelijk stof op in je hoofd. En ja, er zijn manieren waarop dit super makkelijk en snel kan. En ik ga het vertellen. Als je een nieuw stuk tekst hebt in een boek of online, begin je natuurlijk met doorlezen. Maar lees nooit passief een tekst door. Je hebt er niks aan. En met passief lezen bedoel ik gewoon lezen zonder er iets mee te doen. Je denkt misschien, oh dan sla ik het wel een beetje op. Maar nee, want binnen een dag ben je het weer vergeten. Je slaat het niet op. En daarom zal ik altijd voorstellen om als je een tekst aan het lezen bent, er iets mee te doen. En ik doe dit altijd in de vorm van vragen opstellen. Ik open mijn laptop, start Notion op en dan heb je zo'n hele mooie toggle functie waarop je een vraag kan stellen en daaronder meteen het antwoord. Dit kan super kort, zolang jij het maar snapt. En zo heb je gelijk wat met de stof gedaan. En je hebt eigenlijk ook een samenvatting. Samenvatten stel ik niet voor. Het is namelijk niet bewezen dat dit effectief is. En bijvoorbeeld zo'n vragenlijst maken waarin je jezelf echt test, is veel, veel, veel effectiever. Dus nooit zomaar lezen, maar altijd er iets mee doen. En ik hoef dan altijd maar 1 keer een tekst door te lezen. En voor de rest gebruik ik gewoon die vragenlijstjes. Of je nou op de middelbare school zit of al een studie doet,
Aantekeningen zijn super belangrijk. Want de enige die weet hoe de toets eruit ziet, is de docent. Dus wat de docent zegt, moet wel belangrijk zijn. En ik ben hier dus best wel goed in geworden om te raden wat er in een tentamen komt, alleen al door aandachtig naar de colleges te luisteren. Iets waar een docent veel tijd aan besteedt of wat op de PowerPoint slide staat, neem dat altijd over in je schrift of op je laptop. Altijd. Dat is letterlijk de tentamenvraag of de toetsvraag. Dus mijn tip is dan ook, na elke paragraaf of na elk hoofdstuk wat je hebt geleerd, pak je aantekeningen erbij en lees je aantekeningen over. Zo zie je namelijk wat er niet in het boek stond, maar wel in je aantekeningen. En dat gedeelte wat wel in je aantekeningen staat, ik garandeer je dat het op de toets komt. Waarom zou de docent het anders zeggen? Dus aantekeningen zijn super belangrijk. Ik snap nooit waarom mensen geen aantekeningen maken. Want je zit toch al in de les, je zit toch al te luisteren. Kan je maar net zo goed aantekeningen maken, want dat scheelt later zoveel werk. Als er oefenvragen zijn of als er toetsvragen zijn, waarom zou je die dan niet maken? Ik snap het niet. Maak ze altijd. Op de middelbare school heb je natuurlijk vaak nog een werkboek met vragen, bijvoorbeeld bij een vak als geschiedenis of zo. Check die vragen. Luister mee met het nakijken in de les, want dat is letterlijk waar toetsvragen vandaan komen. Dit is letterlijk wetenschappelijk bewezen, dus jullie kunnen er niet onderuit. Maar het testen van jezelf door middel van vragen is de effectiefste manier van leren ooit. Effectiever dan lezen, samenvatten, erover praten, alles. Het is het effectiefste, dus waarom zou je dat overslaan? Dat is ook de reden waarom ik zelf vragen maak. Maar goed, als ze er zijn, doe het gewoon. In mijn boeken voor de uni staat vaak na het hoofdstuk een test yourself of nog wat oefenvragen. Beantwoord ze gewoon. Of je het nou in je hoofd doet of je het nou opschrijft. Ik stel voor opschrijven, maar als je in tijdnood zit, I get it. Echt, doe het gewoon. Ja, deze tip is een beetje een samenvatting van de afgelopen tips. Maar het is zo goed voor je brein om verschillende soorten van leren te gebruiken. Met alleen je samenvatting lezen kom je er niet. Dus gebruik verschillende soorten. Gebruik bijvoorbeeld de PowerPoint slides. Gebruik je aantekeningen. Praat met klasgenoten erover. Gebruik vragenlijsten. Maak de oefentoetsen. Maak oefeningen. Gebruik alles wat mogelijk is. Wat de docent heeft vrijgesteld. Wat er bij de methode hoort. Whatever. Gebruik het. Doe je voordeel ermee. En daarnaast, het is ook afwisselender. Dus dan maak je het leren ook leuker natuurlijk. En als je nu in tijdsnood zit met leren, dan heb je hier misschien niet heel veel aan. Maar goed, je kan er wel van leren. Namelijk liever alles in kleine stukjes en elke dag een klein beetje, dan in één keer heel veel studeren. Ik weet dat het populair is om echt zo'n studiedag te hebben waarin je 12 uur achter elkaar gaat leren. Maar dan sla je alleen de eerste paar uur heel veel op. En daarna wordt het eigenlijk steeds minder. Dus liever elke dag een uurtje waarin je gewoon echt niet zo heel veel doet, maar wel de stof effectief kan opslaan in je hoofd. In plaats van één dag heel veel, heel productief. Want dat is dus minder productief dan dat je zou denken. En dan zijn we aangekomen bij het laatste kopje, namelijk concentratie en motivatie. En dit kan nog wel een struggle zijn, ik snap hem. Wat voor mij altijd heel erg helpt voor motivatie is het schrijven van een lijstje waarvoor ik het allemaal doe. En ik heb denk ik echt al 20 keer hetzelfde lijstje gemaakt, maar ik gooi hem altijd weg en maak het nieuwe. Want het maken van een lijstje is wat jouw motivatie geeft, niet per se het lezen. En met het maken van zo'n lijstje denk je eigenlijk gewoon actief na over waarom leer ik voor deze toets? Wat is het grotere doel daarachter? Tuurlijk, je wil een hoog cijfer, maar dat is niet goed genoeg. Wat wil je? Wil je je diploma? Wil je succesvol worden? Wil je later financieel onafhankelijk zijn? Maak het zo groot mogelijk en dan zie je dat je dit moet doen voor jouw grote doel. En tada, daar is je motivatie. Mijn goal is namelijk om later niet fulltime te hoeven werken, maar ook veel tijd te hebben voor hobby's, eventueel mijn gezin en reizen. En ik weet dat ik nu mijn best moet doen om dat later te bereiken. Dus plan zoiets in je hoofd. Het maakt niet uit of je het waar maakt of dat je dromen nog veranderen over tijd. Het is gewoon wat jij op dit moment nodig hebt. En zo krijg je meer motivatie. En dan nog het stukje concentratie. En ja, ik denk dat ik alleen deze tip ga geven. Vind een manier om niet afgeleid te worden door dit ding. Er zijn echt 20.000 manieren om dit te doen. Leg hem weg, zet hem uit, zet hem op vliegtuigstand, gebruik een app, meldingen uit, whatever. Ik denk dat je dat zelf ook wel kan verzinnen. Maar goed, je moet het natuurlijk wel doen en daar komt jouw discipline bij kijken. Dus train je discipline, leg je telefoon weg. Voor mij helpt het altijd om bijvoorbeeld een timer te zetten, maar dat is echt, ja, jouw keuze. Ik kan het wel tegen je zeggen, maar je moet het natuurlijk wel zelf doen. Nou, dat waren mijn 10 tips om makkelijk en zonder moeite hoge cijfers te halen. Je hoort het misschien al, het was niet helemaal zonder moeite. Maar als je een beetje doorzet en deze effectieve manieren gebruikt, zul je zien dat je echt niet veel tijd aan school kwijt bent en alsnog hoge cijfers haalt.
Dus wil jij het maximale uit jezelf halen? Gebruik dan zeker deze tips. En ja, zo niet, dan is dat je eigen keuze. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, maar je wilt wel meer tips over leren, productiviteit, of je hebt gewoon zin om leuke video's te kijken, doe dat dan zeker nog even hieronder. Geef deze video een thumbs up als je dacht dat deze tips helpvol waren, als je er iets aan hebt gehad. En dan zie ik jou bij de volgende video. Bye guys!